Die coronaperiode heeft toen op onze gemeente een hele grote impact gehad. Er zijn meer dan 100 mensen overleden. We hebben ook gewoon gezien hoe een hele samenleving stil valt te liggen. Hoe allerlei dingen die we normaal gesproken heel vanzelfsprekend vinden, opeens niet meer konden. Mensen konden niet meer naar hun werk, konden niet meer naar de kerk. We mochten niet meer bij elkaar op bezoek, juist op de momenten dat je elkaar nodig hebt. Ook daarom is het toch goed om ons te blijven herinneren wat er gebeurd is en daar ook onze lessen uit te trekken.